Hi Steenbok, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 17. Het is van maandag 22 april tot en met zondag 28 april. En staan een kaartenschud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het een week te zijn waar je in eerste instantie niet meteen staat te springen om allerlei dingen te ondernemen. Maar wat uiteindelijk een hele fijne, warme week blijkt te zijn. En ik heb daarbij ook het idee dat je het gezellig vindt om dit samen met anderen te doen. En dat kan ook wel eens betekenen dat het misschien af en toe wat te laat kan worden. Of dat je net wat te veel kan eten of een borreltje te veel kan drinken. Of misschien zelfs wat te veel kan sporten. Het is eigenlijk een beetje alles wat je leuk vindt waar je een te voor zet. Hè? En te is eigenlijk nooit goed, maar het kan wel heel leuk zijn. En dat is ook zeker niet erg als je dat voor een keertje doet. En ik heb dan ook het idee dat het gewoon heel gezellig gaat zijn. Dat het echt iets opbouwends gaat zijn. En dat je er eigenlijk nog best wel mooie plannen uit kan halen. Dus waar je in eerste instantie er ergens wat tegenop kan zien, ga je aan het eind van de week ga je eigenlijk terugkijken naar iets wat je toch denkt. Nou, dat is eigenlijk niet eens zo verkeerd geweest. En hier kan ik wel weer verder mee. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.